Hallo en welkom bij het vlogboekjaaroverzicht van 2018. Met een nieuwe uitgeverij, een nieuwe podcast, imposante biografieën en veel prijzen. Met schrijvers die stoppen, schrijvers die kotsen en schrijvers die uit de dood lijken te zijn opgestaan. En natuurlijk was er weer gedoe rondom de boekenweek en ook al rondom die van volgend jaar. Maar ik trap af met een rijtje boeken uit de eerste 3 maanden van het jaar. Jolande Withuis, Raadselvader. Julian Barnes, Het Enige Verhaal. Mariette Matthijsen, Jacob van Lennep, Een Bezielde Schavuit. Willy Flotin, Laat Me Niet Vallen. Ellen de Bruin, Onder het IJs. Nina Polak, Gebrek is een groot woord. Marieke Lucas Reineveld, De Avond is Ongemak. David Garnet, Vrouw of Vos. Jan van Aken, De Ommegang. Esther Gerritsen, De Trooster. Ingrid Hogendijk, Ons gaat het in ieder geval nog goed. Nicolien Mitzé, De Porselein Kast. En Tara Westover, Leerschool. In januari zwengelde dichter Jean-Pierre Rabhi de discussie over de verengelsing op universiteiten aan door te weigeren zijn lezing in het Engels te geven. Rabhi sprak over een Engelse ziekte en kreeg een hoop bijval, maar hoogleraar Mark van Oosterdorp nuanceerde de stelling tot gemakzuchtige praatjes en riep op tot een balans. Waar we naar moeten streven is een goede, evenwichtige relatie tussen Nederlands en Engels. Mitzi van der Pluim lanceerde haar nieuwe uitgeverij Pluim en nam daarbij een hoop bestseller-auteurs mee van haar vorige uitgeverij Atlas Contact. Maar ze trok ook nieuwe auteurs aan, van wie misschien de meest opvallende nog wel Oscar van Gelderen is, oftewel de baas van uitgeverij Lebowski. De auteurs uit het fonds krijgen aandelen en inspraak, maar het was dit jaar nog wel wachten op het eerste grote succes. Er werd deze maand een nieuwe literaire prijs in het leven geroepen. De Sibrum Poletprijs voor experimentele literatuur. Het literaire tijdschrift Das Magazin stopte en in plaats daarvan kwam Das Mag in april met Sampler, een bundel met literair talent. En ja, dit jaar komt Peter Buwalda eindelijk met de opvolger van Bonita Avenue. Prijswinnaars deze maand waren Marjolein van Heemstra, Marije Langelaar, Peter van Dongen, Joost Baars en Eva Meijer. Februari was de maand dat Helle Hazen een gedenksteen kreeg in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Dat Oscar van der Boogaard onthulde dat zijn biologische vader de overleden prins Bernhard is. En dat recensent Arie Storm werd ontslagen bij het Parool. Uit de nieuwe biografie van Lucibert bleek dat de keizer der vijftigers tijdens de oorlog sympathie had gehad voor Hitler en zijn nazi-ideologie. Biograaf Wim Maatseu had staan kotsen in de tuin. Oude vriend en bewonderaar Remco Kampert wist nergens wat van af. En van Jamal Ouyahiachi kunnen we allemaal de tyfus krijgen. Oh, en nieuwslezeres Annegien Steenhuizen las op tv de vertaling van Cat in the Rain van Ernest Hemingway voor. We gaan door naar het weer. Naar de prijzen. Namelijk voor Murat Isik en Annelies Verbeke. In maart kondigde Remco Kampert aan te stoppen met schrijven. Het ergste werd gevreesd, maar het eind van de maand stond er toch gewoon weer een tekst van Kampert in de Volkskrant. De Vlaamse Radio 1 verkoos de schoonste van Klaus, oftewel de mooiste zin uit het oeuvre van Hugo Klaus. Het is beter gras te zijn. Men kan het maaien, wieden en wild groeit het weer. En altijd anders. De Boekweek had als thema natuur en de Boekweek Geschenk Geschiedende Feiten kwam dit jaar van de hand van Griet Op de Beek. En de Boekenweek essay natuurlijk werd geschreven door Jan Terlouw. Volgend jaar is het de beurt aan Jan Siebelink en Murat Isik. En er was natuurlijk genoeg rumoer. Ze waren op de site van de Boekenweek op Paulien Cornelissen na alleen maar mannelijke auteurs te vinden die bij het thema pasten. Het geschenk werd nou ook niet bepaald enthousiast ontvangen door de critici. Boekhandel Limerick uit Gent bood zelfs een eigen cadeau aan, in plaats van het therapeutisch proza, relatiegezeik of scenario's voor de zoveelste overbodige weekendfilm. En Peter Buwalda kwam deze maand met een datum, 25 september, Otmar Sone. En de andere delen van de trilogie zullen in 2020 en 2022 verschijnen. Spannend! De Amerikaanse talkshowhost John Oliver maakte een gay parodie op het konijnenboek van vicepresident Mike Pence, die omstreden is vanwege zijn uitspraken over abortus en gelijkheid voor bijvoorbeeld homo's. In de parodie A Day in the Life of Marlon Brando wordt Pence's konijn Marlon Brando verliefd op een ander jongetjeskonijn. De parodie werd een bestseller op Amazon. De volgende personen vielen in de prijzen deze maand. Vertaalster Sjane Holierhoek, Martin Michael Driessen, Lise Spit, Arjen van Velen en postuum ontving Menno Wichman de Ida Gerhardprijs. We zijn aangekomen bij april en daarom een moment van rust met de boeken die in het tweede kwartaal van 2018 zijn verschenen. Joke van Leeuwen, Hier. Peter Middendorp, Jij bent van mij. Renate Dorenstein, Dagelijks Werk. Saskia Noord, Stromboli. Manu Boezemoer, Bestseller Boy. Thomas Wolf, Daal Neder Engel. H.M. van der Brink, Het Ontbijtbuffet. Jeroen Teunissen, Jouw Huid. Arjen van Velen, Amerikanen Lopen Niet. Marta Heesen, Zijzeman. Remig Aerts, Thorbecke Wilhut. Rachel Kusner, Club Mars. Jean-Marc van Tol, Mus. Marijn de Boer, De Geur van Miljoenen.
en Aafke Romein Concept M. April was een maand met aanfluitingen, bijvoorbeeld bij de Harland Award Boekprijs, de Nederlandse prijs voor de beste verbeeldingsliteratuur. De prijs werd dit jaar niet uitgereikt omdat geen van de genomineerde boeken een kwaliteitsnorm haalde die de jury noodzakelijk acht. De geldprijs werd verdeeld onder de schrijvers op de shortlist die daarmee toch redelijk in hun hemd werden gezet. Nog zo'n aanfluiting was het bericht dat de aankomende tweedegraads docenten Nederlands niets meer hoeven te weten over de literatuurgeschiedenis voor 1880. Waarmee deze docenten minder hoeven te weten over de historische literatuur dan een VWO-leerling. Mariette Matthijssen kwam terug op een oud standpunt. Ze is om. We mogen historische werken hertalen. Hertalen en inkorten is de enige manier om literaire pareltjes van de vergetelheid te redden. Docent en schrijfster Michelle van Dijk is vervolgens enthousiast aan van oude mensen de dingen die voorbij gaan voor Louis Couperus begonnen. Nu nog een uitgever. April was ook de maand dat Eveline Aankerk werd voorgesteld als nieuwe directeur van de CPMB. Er een herdenkingssteen voor Gerard Reven in Greonterp werd onthuld en Gelderop kennis maakte met 5 AFTA van de heidebankjes. Deze maand viel er te juichen door Annette Schaap, Margot van der Straten, Judith Herzberg en vertaler Martin Daal. Na een bericht over een seksschandaal, ruzies binnen de jury en opstappende juryleden verscheen in mei het bericht dat de Nobelprijs voor de literatuur dit jaar niet zal worden uitgereikt. Om een andere reden bleek dat ook de Gouden Lijst, de prijs voor boeken voor lezers van 12 tot en met 14 jaar, niet meer door de CPMB wordt uitgereikt. Ted van Lieshout en Hans Hagen hielden op eigen initiatief de prijs in leven en vanaf volgend jaar maken de boeken van deze leeftijdscategorie deel uit van de griffels. Vermakelijk was de constatering dat een poster voor bestsellerboy van Manon Boussemoer een quote van de Volkskrant bevatte die nooit in de Volkskrant had gestaan. Corinne Kolen promoveerde op haar proefschrift waarin ze concludeert dat romans van mannen nog steeds hoger worden gewaardeerd dan die van vrouwen. Mannen zouden eens een boek van een vrouw kunnen lezen. Nou, en dat kon met de boekenclub van Talkshow M van Margriet van der Linden. Daar werd Stromboli van Saskia Noord besproken, maar als de schrijfster had verwacht veel pluimen te krijgen, dan kwam ze redelijk bedrogen uit. Minder aan het boek vond ik de zeer expliciete schrijfstijl bij het zwaardere onderwerp van het boek verkrachting. Ik was niet echt verrast geraakt, ik was niet aan het denken gezet, het voelde een beetje glad aan. Een hoeraatje was er deze maand voor Murat Isik, Bibi Dumontak, Bette Westra en Radna Fabias. In juni begon het tumult rondom de Boekenweek weer toen het thema voor volgend jaar bekend werd gemaakt. De moeder, de vrouw, naar het gedicht van Martinus Nijhoff. Ogenschijnlijk vrouwvriendelijk bedoeld, maar waarom had de CPB een mannelijke auteur benaderd voor zowel het essay als het geschenk? En was de koppeling van het moederschap aan de vrouw niet enorm gedateerd? Een storm raasde door het literaire land. Een open brief verscheen in reactie op het thema. Boekhandels planden alvast alternatieve geschenken. En het pand van de CPMB werd zelfs beklad. En terwijl de Volkskrant niet snapte dat het originele gedicht van Nijhoff een sonnet is. En de originele stroofindeling totaal negeerde. Overlegde de CPMB met enkele protesterende auteurs. Het resultaat uit die bespreking was dat de CPMB volgend jaar een gedicht van een vrouwelijke auteur zal verspreiden. En dat de komende jaren het geschenk afwisselend door een man en een vrouw zal worden geschreven. Nou, dat werd tijd. Tommy Wieringa had slechts 3 woorden nodig om een congreszaal te laten lachen en om vervolgens de woede van de Telegraaf op zijn hals te halen. Gelukkig nam Johan Derksen het voor de krant op. Want als er een auto binnenrijdt bij een of ander kutauteurtje die 500 boeken verkoopt, dan is Leiden een last bij meneer, hè? Een woord te weinig had Thomas Siffer. In zijn debuutroman ontbrak op het einde het woordje ook, dat hij vervolgens handmatig in 2000 exemplaren erbij schreef. Een foutje of een publiciteitsstunt. Tijd werd het deze maand voor prijzen voor vertaler Martin de Haan, Willem Asman, Eva Keuris, Esther Naomi Perquin, Auke Hulst en Remco Kampert ontving de penning van de Academie van Kunsten. En zo zijn we aangekomen bij het derde kwartaal. En je raadt het al, een rijtje boeken. J.Z. Herrenberg, Nee de Halfrond. Erik-Jan Harmens, Door het Licht. René van Stipriaan, De Hartenjager. A.L. Snijders, Het Oog van de Naald. Annette Mooi, De Eeuw van Giselle. Peter Terrin, Patricia. Jaap Robbe, Zomervacht. Arnold Grunberg, Goede Mannen. Michael Ondaatje, Blindganger. J.M.H. Biesheuvel, Verhalen uit het Gekkenhuis. Jaap Goedegeburen, Kellendonk. Marente de Moor, Foon en Lieke Marsman, de volgende scan duurt 5 minuten. In juli liet het Literatuurmuseum van zich horen met een oproep voor vrijwilligers die willen helpen om schrijversdagboeken te ontcijferen van bijvoorbeeld J. Gresshoff. Daarnaast verscheen een nieuwe versie van de app met literaire routes. Tof nieuws was dat Netflix een serie gaat maken van Brief voor de Koning, de klassieker van Tonke Dracht. Hopelijk wordt de serie beter dan de film uit 2008.
Waarom kan niet iemand anders dat doen? Ik kan dit niet. Nog meer internationaal nieuws was de aandacht voor de Engelse vertaling van Judas van Astrid Holleder door de New Yorker en de New York Times. Astrid Holleder, the sister of this gangster, Willem, was going to testify against him. And so was his other sister, Sonja. Recensent Michel Krielaars beklaagde zich ondertussen in een column over de dwergenstatus van veel hedendaagse boeken in de Nederlandse literatuur. Geef mij maar een reus, riep hij soms wanhopig als hij het zoveelste twee ballenboek uit had. Columnist Maxime Februari vroeg zich vervolgens af hoe het komt dat het hedendaagse proza zo tekortschiet. Zijn antwoord is dat dit proza een weergeloze neerslag van de huidige cultuur is die gestopt is met neuriën. Wie nog wel kunnen neuriën zijn Rinske Hillen en Etsika Voorn. In augustus werden we verblijd met twee nieuwe boekenprogramma's. Moby Dick van Matthijs van Nieuwkerk en Stine Boeksterre van Stine Jensen. De New Yorker maakte met de New York Public Library een reportage over de Burke Collection. Met schrijversobjecten zoals de wandelstok van Virginia Woolf, de laarzen van Jack Kerouac en een briefopener van Charles Dickens met daarop het pootje van zijn kat Bob. In Nederland werd de bibliotheek School 7 uit Den Helder uitgeroepen tot de beste bibliotheek van de wereld bij de Public Library of the Year Award. De maand augustus eindigde met de verschijning van de kritische editie van Adolf Hitler's Mijn Strijd, officieel nog steeds verboden. Het werk stond 5 weken lang in de bestseller top 60. De vlag kon deze maand uit voor Simone Antengana Bekonel en Vicky Franke. In september werd in Zutphen een standbeeld van Ida Gerhard onthuld. Overigens is deze foto een mindfuck, want het lijkt hier net alsof ze zweeft. Terwijl Arno Grunberg in mei zijn laatste voetnoot voor de Volkskrant had geschreven, begon hij in september een nieuwe rubriek waarin hij wekelijks met BN'ers over seks schrijft. Dat betekent gênant gniffelen of gewoon overslaan. En toen zegt de meeste aan de uitsteller Peter Bewalda zijn eigen feestje af. Otmar Sonen ging toch niet in dit jaar verschijnen. In 2019 een nieuwe poging. Bas Maliepaard en Jaap Friso lanceerden de Grote Vriendelijke Podcast. Een maandelijkse aflevering over de ontwikkelingen in de kinderliteratuur met telkens een kinderboekenschrijver als gast. In 2018 was ook het jaar dat het openlijk en ongevraagd redigeren van andermans teksten een terugkerend item was. En dan vooral zo negatief mogelijk. Zo liet Jamal Ouerayachi al eerder in het jaar zien wat er niet deugde aan de teksten van Moerdt Issik en Henk van Straten. Hij was overigens wel positief over Elke Geurts. En in mei liet Arjan Peters cirkelredeneringen in het juryrapport van de Libris Literatuurprijs zien. Jan van Mersbergen had in september de behoefte om debutant Sol Bouzamour zin voor zin te ontleden. Met als argument dat Jeroen Pauw zo enthousiast was over zijn stijl. En tot slot vroeg Thomas de Veen zich af op basis van het juryrapport van de Griffels of de Griffelsjury wel kan lezen. Dat ongevraagd redigeren is misschien best een leuk item voor een YouTube kanaal. Ik noteer het even. Lofuitingen waren er deze maand voor Erna Sassen, Onno Blom, Arend van Dam en Nelleke Noordvliet. We zijn inmiddels aangekomen bij de laatste 3 maanden. Dus eerst het laatste overzicht met boeken. Rob van Essen, De Goede Zoon, Brechtje Hofstede, Drift, Martin Michael Driessen, Mijn Eerste Moord en Andere Verhalen, A.N. Ries, De Nadagen, Thomas Rup, Laura H., AFTA van de Heide, Mooi Doodliggen, Maaike Meijer, Hemelse Vrouw Frederike, Koos Meinerts, De Schelmenstreken van Reinhard de Vos, Roxane van Ypres, Het Hoge Nest, Auke Hul, Zoeklicht op het Gazon en Ilja Leonard Vijver, Grand Hotel Europa. Lezerscommunity Hebban begon dit jaar een nieuwe traditie, de Hebban 1000. Oftewel de literaire evenknie van de muzikale top 2000. In oktober werd bekendgemaakt dat In de Band van de Ring van Tolkien door de Hebban-lezers tot het mooiste boek aller tijden was gekozen. Omdat de Nobelprijs voor de literatuur niet werd uitgereikt, vormde Zweedse intellectuelen een jury voor de alternatieve Nobelprijs en kende die prijs deze maand toe aan Maryse Condé. DWDD hield ook een kleine enquête onder 50 schrijvers en daar kwam Margaret Atwood als winnaar uit de bus. Literatuur in de rechtbank blijft natuurlijk altijd bijzonder. Nicolien Mitsé, een uitgeverij van Oorschot, won een kort geding dat door de moeder van Mitsé was aangespannen. Ze eiste dat de porseleinkast uit de handel genomen zou worden omdat deze een kwetsend en schadelijk beeld van haar familie zou geven. En daar ging de rechter niet in mee. Saskia Noord kreeg een storm van kritiek toen ze een oude kinderfoto op Instagram en Twitter plaatste. Een maand later was ze definitief klaar met Twitter en zei ze de trollen van het medium vaarwel. Fuck de trollen en leven de liefde, want Nederland is in 2018 een literair liefdeskoppel rijker met Saskia Noord en Kluun. Tot slot deze maand de wederopstanding van dichter Levi Weemoed, die met een succesvol optreden bij De Wereld Draait Door en een nieuwe bloemlezing zich voor het eerst bestseller auteur kon noemen. Het gaat zo, de heer is mijn herder. Bekijk het maar verder. Een hele rij prijswinnaars met Maarten het Hart, Annette Schaap, Ellen de Bruin, Lenny Peters, Peter Verhelst, Jan van Aken, Maya Pruis, Annemarie Estor, Jos Pierreux en Frits van Oostrom.
De zelfgekozen dood van een ander stempelt de nabestaanden voor het leven. Dus je krijgt een stempel mee en dat is een soort wond die anderen meedragen. In november veel aandacht voor Joost Swageman, met een film gemaakt door Koen Verbraak. De eerste Joost Swageman lezing door Simon Schama. En de eerste uitreiking van de Joost Swageman essayprijs aan Jilt Joritsma. Literaire bankjes waren blijkbaar een dingetje dit jaar, want naast Van der Heijden kregen Leo en Tineke Vroman er ook eentje. En deze staat in Utrecht. Netflix kondigde aan een vermogen van bijna 1 miljard te steken in de verfilming van 16 boeken van Roald Dahl. En Abdelkader Benadi had een topavond in de bibliotheek van Amsterdam-Noord, waar 3 bezoekers op kwamen dagen. Dit jaar werd bekendgemaakt dat de VSB Poëzieprijs doorgaat als de grote poëzieprijs. Maar er rezen direct bezwaren tegen het geld dat wordt gevraagd bij het insturen van een bundel. Enkele uitgevers roepen op het inschrijfgeld te verlagen. Succesvol deze maand waren Tommy Wieriga, Hendrik Groen en vertaler Jan-Willem Bos. In de decembermaand liet Mano Boezemoer zien wederom niet vies te zijn van het creatief gebruik van citaten, door een negatieve uitspraak van Sylvia Witman als aanprijzing op de voorkant van de 25e druk te zetten. Literair tijdschrift over jeugdliteratuur, Literatuur zonder leeftijd, trok deze maand de stekker eruit. De groep onbetaalde auteurs werd te klein om het blad voor te kunnen zetten. De leegloop bij Atlas Contact aan het begin van het jaar werd nog even herinnerd door Joubert Pignon, die in een sfeerschets de kerstborrel samenvatte, waarin hij zich voor de 7e keer moest voorstellen aan de uitgever die hij typeert als iemand die überhaupt niets kan. Pignon is duidelijk op zoek naar een andere uitgever. Verrassend was tot slot de toekenning van de PC Hoofdprijs 2019 aan Marga Minko, die de geschiedenisboeken zal ingaan als schrijfster van Het Bittere Kruid. Maar met deze prijs krijgt de inmiddels 98-jarige schrijfster erkenning voor haar gehele oeuvre. Een terechte winnaar volgens Arjan Peters. Die zinnen, die staan er en die kunnen niet meer worden veranderd of vervangen. Die zijn voorgoed, die zijn voor eeuwig. Bedankt voor het kijken naar het vlogboek Jaaroverzicht 2018. Niet volledig, wel lang, hopelijk vermakelijk. Je bent in ieder geval tot het einde gekomen. Rest mij je nog een gelukkig 2019 te wensen. En de video sluit traditiegetrouw af met een eerbetoon aan auteurs die ons dit jaar zijn ontvallen.